aanstaande woensdag kunnen de burgers van Delfzijl en Appingedam weer gaan kiezen. Andere burgers trouwens ook. In Delfzijl en Appingedam gaat dat voor het eerst via de stemcomputer. Wat houdt dat voor veranderingen in voor de kiezer? Niet zoveel. Het wordt er eerlijk gezegd alleen maar gemakkelijker op, denk ik. Vroeger ging men naar het stemlokaal en dan kreeg men een stembiljet. En dan moest men naar het stemhokje om met het rode potlood de naam van de keuze in te vullen. Nu gaat men naar de stemmachine en op de stemmachine zit de kandidatenlijst. Daar staan dus de politieke partijen op met daaronder de namen van de kandidaten. Op het schermpje ziet men dat daar staat... Druk op naam gewenste kandidaat en u zoekt dus bij uw politieke partij de kandidaat waar u op wilt stemmen. En daar drukt u dan gewoon met uw vinger op en dan zegt de machine dat dat akkoord is en dat u op de rode knop moet drukken. En als u dat doet, dan is daarmee uw stem volbracht. Een kind kan de was doen. Een kind kan de was doen. Het is inderdaad, men hoeft daar helemaal geen angst voor te hebben. Het is heel eenvoudig. Het wordt ook nog voor u meer gecontroleerd in de zin van of u het goed doet of niet. Een van de leden van het stembureau heeft daar een kastje staan. En die kan zien of u de handelingen goed verricht of niet. En als u het abusieflijk verkeerd doet, u drukt bijvoorbeeld, dat gebeurde vroeger ook nog wel eens, dat men de politieke partij aankruiste in plaats van een kandidaat. Als u nu op de knop van een van de politieke partijen drukt, dan waarschuwt de machine u en zegt van u heeft het verkeerd gedaan. U moet op de herstelknop drukken. Hier zit een knop, daar staat op herstel. Daar drukt u op en dan kunt u het gewoon herstellen. Dat is op het kastje daar ook te zien, maar daar staat dan alleen dat de handeling verkeerd is. Op dat kastje is absoluut niet te zien op welke kandidaat u stemt. Dus de kiezer hoeft niet bang te zijn dat er meegegluurd wordt, dat men kan zien waar u op stemt. Daar wordt alleen gecontroleerd of u de handelingen goed doet of niet. En anders wordt u daarin geholpen dat er gezegd wordt, u moet het even overdoen. Want het zou jammer zijn dat u door een verkeerde handeling uw stem verloren zou gaan. Heel simpel lijkt me dat. Het is... Heel eenvoudig. Oké, bedankt.